Surfen op Ramkoers. Dank u wel. Voorzitter, de multiculturele samenleving is totaal mislukt. En er is de situatie van de honderdduizenden Turken in Nederland geen uitzondering op. Turken die hier al tientallen jaren wonen, hebben vaak nooit de moeite genomen om de Nederlandse taal te leren. Turken zijn zwaar oververtegenwoordigd in criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid, schooluitval en alle andere negatieve lijstjes. Aanpassen aan de Nederlandse samenleving gebeurt vaak niet. En dat komt natuurlijk ook door de achterlijke islamitische cultuur waarin men leeft. Zo vinden de meeste Turken die in ons land wonen vrouwen en homoseksuelen minder waardig. Deze vrouwen- of homo-haat richt zich de laatste tijd ook tegen adoptieouders van een in een Turks gezin geboren jongetje. Waar dit jongetje door de Turkse ouders werd mishandeld en verwaarloosd, werd hij juist liefdevol opgenomen door een Nederlands lesbische stel. Maar zij zitten nu ondergedoken vanwege de woede van vele Turken die eerder partij kiezen voor een demonische moeder dan voor uitstekende pleegouders. Woedende Turken protesteren inmiddels massaal tegen de plaatsing van Turkse kinderen bij homoseksuele of christelijke gezinnen. Voorzitter, voor de PVV is het duidelijk, al deze mensen horen niet in Nederland thuis, omdat ze onze normen, waarden en vrijheden duidelijk niet waarderen. Mijn eerste vraag aan de minister is daarom of hij al deze Turken vandaag nog op wil roepen Nederland te verlaten. Zij keren zich immers tegen onze samenleving en zijn dus beter op hun plek in Turkije. Voorzitter, het kan nog gekker worden, want ook de Turkse politiek bemoeit zich met de manier hoe we hier in Nederland met pleegkinderen omgaan. Dat is natuurlijk onacceptabel en daarom roep ik het kabinet op om de Turkse premier Erdogan hier niet te ontvangen. Zeg zijn bezoek, dat overmorgen moet beginnen, dus gewoon maar af. Dat is het enige juiste signaal dat het kabinet kan geven. Ik rond af, voorzitter, met de boodschap dat de boodschap van het kabinet richting Turkije glashelder moet zijn. Namelijk om deze belachelijke bemoeienis met Nederlandse aangelegenheden voor eens en voor altijd achterwege te laten. Ik geef het woord aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gaat u gaan. Voorzitter, dank u zeer. Het is goed om ons te realiseren dat kinderen in Nederland niet zomaar bij de biologische ouders worden weggehaald. Daar moet een aanleiding voor zijn, een rechter die zich daarover buigt. En ook in het geval wat nu besproken wordt, rond het jongetje Yunus, is dat aan de orde geweest. Vervolgens wordt in Nederland zeer zorgvuldig gekeken waar zo'n kind kan worden ondergebracht. En de voorkeur gaat meestal uit naar pleegouders, een pleeggezin, in plaats van een residentiële instelling of een instituut, omdat het voor het kind beter is. Op grond van de Nederlandse wet wordt daarbij ook altijd gekeken op welke plek het kind het best tot zijn recht kan komen. En als er crisis is, moet het snel. Maar het is ook een verplichting om dan het kind zo op te voeden en rekening te houden met eventuele godsdienstige overtuiging van het kind. Het is niet zo dat in Nederland pleegouders kunnen worden afgewezen op grond van het simpele feit dat ze een godsdienstige overtuiging hebben of dat ze een seksuele geaardheid hebben. Dat valt onder de grondrechten die we in Nederland hebben en dat is een kern van onze rechtsstaat. En is in die zin ook niet onderhandelbaar. Om die reden is het dus ook zo geweest dat ik bij de persconferentie afgelopen vrijdag heb aangegeven dat de bemoeienis van een buitenlandse mogelijkheid met dat aspect van ons plaatsingsbeleid ongepast is. Dat blijft ook zo. Vervolgens is het net zozeer onderdeel van onze vrije samenleving dat mensen mogen demonstreren en hun mening mogen uiten. Ook als die mening je op zich niet bevalt. Dat geldt dus ook voor de aangekondigde demonstraties voor en tegen het Nederlandse systeem van de pleegzorg. Het derde, is er dan reden om het aangekondigde bezoek van de Turkse premier af te zeggen? Integendeel, de Nederlandse regering gaat ervan uit dat juist na een gesprek de premier van Turkije volstrekt gerustgesteld zal zijn over de zorgvuldige manier waarop in Nederland omgegaan wordt met het tere onderwerp van de pleegzorg. Het feit dat daar een selectie aan ten grondslag ligt, dat daarbij geslacht, seksuele geaardheid of godsdienstige overtuiging geen afwijzingsgrond van de ouders is, maar dat er wel degelijk gekeken wordt wat goed is voor de toekomst van het kind. Dank u wel. Dank u wel, meneer Fritsma. Ja, voorzitter, ik weet eerlijk gezegd niet goed wat ik hoor, want het kabinet gaat alles uitleggen in een gesprek. Wij hoeven toch verdorie geen verantwoording af te leggen aan de Turken hoe onze pleegzorg functioneert. Waarom zegt u niet gewoon
Turkije moet zich hier niet mee bemoeien. Punt. Wat hebben wij in hemelsnaam uit te leggen? Dat alleen al is een capitulatie voor de Turkse bemoeizucht. Dus ik vraag de minister echt om een andere koers te varen. Zeg gewoon tegen Turkije dat wij ons niet laten schofferen en dat Erdogan hier niet welkom is. Dat is de enige boodschap. En dat is natuurlijk wat anders dan tegen journalisten iets zeggen na een persconferentie. U hoort gewoon deze boodschap in de richting van de Turkse autoriteiten te sturen. En dat is tot op heden tragisch genoeg niet gebeurd. Tweede punt, voorzitter. Ja, mensen hebben inderdaad recht om te demonstreren. Maar hier wordt gedemonstreerd voor Turkije en tegen Nederland. Deze mensen wonen in Nederland, maar keren zich tegen de Nederlandse samenleving. U bent minister voor integratie. Waarom zegt u niet tegen die mensen dat ze zich aan moeten passen? Of anders maar gewoon moeten vertrekken. Stuur de dienst toezicht en terugkeer naar al die demonstraties om dat vertrek zo snel mogelijk te regelen. Voorzitter, de reden dat ik toch even inging op het specifieke geval is dat wat deze situatie schrijnend maakt, is dat het gezin waar het jongetje liefdevol is opgevangen, als gevolg van de commotie ondergedoken is. En de Nederlandse regering kiest partij voor diegenen die onbaatzuchtig het kind van een ander willen opvoeden en een toekomst willen geven. Dat zijn de mensen waar wij respect voor hebben en waar je bewondering voor hebt. En het zou goed zijn als meer mensen in Nederland bereid zijn om pleegouder te worden. Een bemoeienis daarmee beschouwt de Nederlandse regering als ongepast. Juist waar dat gaat als die bemoeienis gemotiveerd wordt vanwege de godsdienst of de seksuele geaardheid van die pleegouders, is dat ongepast. Daar is de Nederlandse regering volstrekt helder over en dat zullen we ook blijven, ook in gesprekken met Erdogan. De vraag of mensen het recht hebben om te demonstreren, ook als dat een mening vertegenwoordigt waar de heer Fritsma of ik het niet mee eens zijn, ja, dat is nou een van de mooie dingen. Dat recht hebben mensen, ongeacht de vraag of u en ik het er maar eens zijn. De derde vraag, dat is een onderwerp, een breder integratieonderwerp. Hoe gaat het nu met de culturele integratie in Nederland? Zijn we daar tevreden over? Nou, die culturele integratie, die hapert op heel veel punten. Daar hebben wij debat over, daar doen we van alles aan. Alleen dit jongetje, dat jongetje Yunus, die verdient het om gewoon door zijn liefdevolle ouders verder te worden opgevoed. Dat heeft de rechter zo besloten en dat moeten we vooral zo laten. Ja, voorzitter, en dat het kabinet dit zorgvuldig uit wil leggen aan de Turkse autoriteiten is nogmaals capitulatie voor bemoeizucht, want u hoort gewoon te zeggen, bemoei je er niet mee, punt uit. En inderdaad, dat duizenden Turken hier lopen te demonstreren tegen gelijke behandeling van vrouwen, tegen gelijke behandeling van homo's, dat is hun recht, maar u hoort daar wel iets over te zeggen. U hoort wel de Nederlandse normen, waarden en vrijheden te verdedigen. Dat u dat hier niet doet, is schandalig. De minister. Voorzitter, het is meer een teken van het feit dat de heer Fritsma niet luistert of niet wenst te luisteren naar wat de regering daarover heeft gezegd. Ik heb afgelopen vrijdag gezegd, en dat heb ik hier herhaald, dat bemoeienis met de plaatsing van dit jongetje niet gepast is, aanmatigend is, omdat die bemoeienis zich niet richt op de zorgvuldigheid van de procedure, maar de overtuiging of de geaardheid van de ouder. Dat heb ik nu 3 keer geantwoord. Ik heb het vrijdag gezegd. Als u dat niet wenst te verstaan, is dat uw probleem. Pardon, het probleem van de heer Fritsma, mevrouw de voorzitter, zeg ik via u. Maar het gaat niet aan om daar vervolgens zo'n conclusie aan te verbinden als u net heeft gedaan. Mijn doel is hier dat jongetje rustig verder zijn leven te laten leiden met zijn liefdevolle ouders. Dat hoort uw doel ook te zijn. Meneer Van Klaveren. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we horen hier het PvdA-lidmaatschap van de minister afdruipen. Een hele hoop woorden, maar als het puntje bij paaltje komt, gebeurt er helemaal niets. En mijn vraag is, omdat we net deze minister horen zeggen dat hij de Turken gerust wil stellen, wanneer hij stopt met het onderdanige buigen voor de Turken? De minister. Ja, voorzitter, dit is allemaal interpretatie van de heer Van Klaveren, die echt meer over hem zegt dan over mij. Mevrouw Agema. Dank u wel, voorzitter. Ja, we horen het al. De visumpremier van Nederland maakt een aaneenschakeling, geeft een aaneenschakeling van slappe antwoorden. En waar het hier om gaat is een zaak van een jongetje dat toen hij 4 maanden was al uit huis werd geplaatst, wat een voogdijzaak werd. Een jongetje dat nooit meer teruggaat naar zijn mishandelende moeder. En dat dan wij vervolgens ons moeten verantwoorden. En als je kijkt naar Turkije,
waar zo'n 98% van de kinderen die in dezelfde situatie zitten, op straat leven of in weeshuizen vastgebonden aan bedden zitten, dan zou ik toch de vicepremier oproepen om dat hele bezoek van die Erdogan te annuleren en hem thuis in eigen land orde op zaken te laten stellen. De minister. Ja, voorzitter, de PVV maakt de karikatuur van dit debat. Ik ben begonnen met antwoord te geven op de vraag hoe het in dit geval gegaan is. Ik heb geantwoord over de pleegzorg in dit geval. Ik heb uitgelegd dat we daar in Nederland zorgvuldige procedures voor hebben. Vervolgens luistert hij daar niet naar en krijg ik de hele tijd dezelfde vraag terug. In mijn ogen gaat het om deze kwestie. In dit geval is er zorgvuldig opgetreden met dat jongetje. Dat is onderdeel van de Nederlandse manier waarop we daarmee omgaan. Dat is ook niet onderhandelbaar, dat doen we op een hele goede manier. De heer Erdogan heeft zich over de zaak in het geheel nog niet uitgelaten. Minister-president Rutte zal in het gesprek aangeven hoe we tegen deze zaak aankijken. Mevrouw Agema, ik neem aan dat u een persoonlijk feit wil noteren. Ik hoop dat de vicepremier het woord karikaturen terug wil nemen. Ik vind dat aanmatigend en het betreft hier een serieuze zaak en we hopen dat hij zijn slappe woorden terugneemt. Het persoonlijk feit is genoteerd. Ik dank de minister van Sociale Zaken voor zijn komst naar de Kamer. Dan geef ik nu het woord aan de heer Paulus Jansen van de SP, die een vraag wil stellen aan de minister van Economische Zaken bij afwezigheid van de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht autotests massaal gemanipuleerd. Dank u wel, mevrouw de voorzitter.